BNR Nieuwsradio. In de middag. Ja, lange tijd was er geen partij zo radicaal als de Partij voor de Vrijheid. Ze waren fel tegen de islam, immigratie en de Europese Unie. Andere partijen met deze politieke waarden die sneuvelden vaak. Maar de PVV die blaast vandaag, al 15 kaarsjes uit. En hoe dat kan, dat weet politicoloog Chris Aalberts. We blikken met hem terug op 15 jaar Wilders. Ja, die partij is toch een beetje vereenzelvigd met die naam. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Hallo. Ja, jij schreef er in 2012... een boek over, Achter de PVV, waarom burgers op Geert Wilders stemmen. Dat is bijna 10 jaar geleden. Is er nou veel veranderd in die tijd? Er is helemaal niks veranderd. Het is dus een verhaal wat elke dag hetzelfde is. Dat is eigenlijk het aardige. Ik bedoel, de enige verandering bij de PVV is dat ze heel rechts zijn begonnen. En dat ze daarna een beetje... Ja, ze zijn nooit echt links geworden op sociaal-economisch terrein. Maar ik bedoel, ze doen een beetje alsof. En dat doen ze eigenlijk al sinds 2010. En sinds 2010 is er eigenlijk niet zo vreselijk veel veranderd. Maar jij bent ook... Dat is interessant, want je bent natuurlijk journalist, maar je bent ook politicoloog. En dan willen politicologen natuurlijk het liefst alles volgens de links-rechts assen. Hè, de klassieke... Oh ja, de links-rechts assen. Ja. Maar zou je nou kunnen zeggen... Wat Gilbert Vulders, dus de PVV, wil, is een rechtse partij... maar soms zitten ze links op bijvoorbeeld economie of sociale thema's? Of kun je ook gewoon zeggen, het is gewoon een populistische partij... ze kijken gewoon wat hun achterban het prettigst vindt? Nou, dat laatste is een betere beschrijving. Ik bedoel, ze kijken goed naar de peilingen, dus wat je dan krijgt... is ze doen eigenlijk, ze zijn niet echt links, hè, want niet iedereen die arm is... verdient geld, maar sommige armen wel... en dat is dan afhankelijk van of wij ze zielig vinden. Dus ouderen... Het moeten wel onze armen zijn dan. Nou ja, precies, dat ook. En ik bedoel, maar bijvoorbeeld bijstandsmoeders in zijn algemeenheid... die zijn gewoon niet zo interessant in hun visie. Het gaat toch erg over ouderen, chronisch zieken, gehandicapten. Dus een beetje de... Ja, het klinkt al een beetje oneerbiedig... maar het gaat wel een beetje over de knuffelbare mensen... die hulp nodig hebben. Daar willen ze dan wel iets voor doen en voor de anderen niet. En dat levert ze natuurlijk geen windeieren. Want hoe kan het nou dat die PVV het zo lang volhoudt? Wat is het? Een hele hoop mensen het daarmee eens zijn, Donatello. Dat is de reden. Is dat zo of is dat de keuze voor een grote oppositiepartij? Nou, er is natuurlijk behoefte aan een partij die dingen zegt als voor referenda... want die komen er in Nederland niet. Er is behoefte aan een partij die tegen culturele verandering is... tegen migratie. Dat zijn gewoon hele dominante standpunten in dit land. Mm-hmm. En ja, ik bedoel, als je er gewoon naar de middenpartijen kijkt... af en toe de VVD roept wel eens dingen die in deze buurt komen... maar dat wordt natuurlijk niet gerealiseerd. Dus ja, daar is gewoon een vooruit voor. Forum voor Democratie toch ook? Want wat je net allemaal zei, op islam... na. FVD is volgens mij minder islamkritisch. Nou, inmiddels zijn ze dat ook. Daar zijn ze maar niet zo aan de voorkant als de PVV. Dat is, zal ik maar zeggen. Het staat niet op de voorpagina. Het lijken ze wel veel op elkaar. Ja, natuurlijk lijken ze heel veel op elkaar. Kijk, er was behoefte in Nederland aan een partij... tussen alles wat in het midden zat, wat dit allemaal niet vindt... en de PVV, die het sowieso niet realiseert. Ik bedoel, dat is een beetje de grote bedreiging... de afgelopen 2 jaar van de PVV geweest. Dat er een partij kwam die zei... nou, we vinden dit eigenlijk ook wel, maar wij gaan het realiseren. Maar ja, inmiddels is dat is dan wel veranderd de afgelopen 2 jaar. Dat we toch denken, ja, die Baudet die is eigenlijk nog extremistischer dan Wilders. Ja. Dus als Wilders het niet bereikt, dan is de kans dat Baudet het bereikt... is eigenlijk nog kleiner. Maar goed, we gaan het niet over Baudet hebben. Daar hebben we vaak genoeg over. Dus terug naar die PVV. Want 15 jaar, echt een rots in de branding. Maar ze hebben op dat ene akkefietje na in Rutte 1 en het gedoogkabinet... Ze hebben natuurlijk nooit regeringsverantwoordelijkheid. Dat maakt dus het electoraat geen snars uit. Nou, dat is nou precies waarom ik net over Forum begon. Ja, dat wil jij niet horen, maar dat is wel precies het hele punt. Natuurlijk willen die mensen dat wel. Ja. En het probleem van de PVV is dat wij sinds dat gedoogkabinet in 2011... sowieso weten dat de PVV een hele grote kans heeft... om niet meer in de regering te komen. Mm-hmm. En dat betekent dat de PVV heel veel een soort afsplitspartijen... of alternatieven dat er heel veel alternatieven komen... die allemaal de belofte hebben dat ze dat gat gaan invullen. Sterker nog, dat zien we op dit moment in de huidige campagne. Want JA21, dat zegt eigenlijk... ja, wij vinden eigenlijk wel hetzelfde als Wilders en Baudet. Nou, met ons ga je het wel krijgen. Code Oranje zegt het ook. Maar dan toch weer terug naar die PVV. Want ik bedoel, als je 22 zetels... soms iets meer, soms iets minder... dat zijn heel veel Nederlanders die daarop stemmen. Ja. Dat is alleen omdat hun standpunten... daar het meest worden verwoord. Nou ja, kijk, ik bedoel, ja, 21 is gewoon een slap aftreksel van de PVV. Dus als ik tegen migratie ben, dan denk ik dat ik ook voor het EGI ga. En kijk, wat we natuurlijk niet weten... we praten natuurlijk heel graag met elkaar nu al over... dat de PVV de komende jaren ook niet in de regering zit. Nee, precies. Wat maar dat weten we helemaal niet zeker. Ik bedoel, dat hangt natuurlijk gewoon van de uitslag af. En laten we gewoon even tellen. Als we kijken naar de huidige peilingen... 40 zetels voor de VVD, 20 voor de PVV... dan doen we SGP en ja, doen we erbij. Dan mis je er nog maar 10. En dan kan dat als combinatie gewoon gaan regeren. Is dat een optie, denk jij? Nou, ik denk dat voor iedereen een optie VVD, is. Nou ja, je noemde de VVD er toch ook bij? Ja, de VVD wil dat natuurlijk ook wel. Alleen het enige is dat in de huidige constellatie... zou je dan ook het CDA daarbij moeten hebben. En het CDA die zijn daar wel van genezen. Dus die gaan dat niet doen. Maar wacht even, Rutte heeft toch ook gewoon gezegd... dat gaan we niet doen? Ja, maar dat is heel erg vanuit. Dat is natuurlijk heel erg vanuit de gedachte dat die 75, 76 zetels voor deze combinatie er niet komen. En ik ben dat denk ik ook, dat die er niet komen. En dan houdt Rutte gewoon zijn woord. En ja, Rutte gaat heel vaak van dingen af. Dus is geen enkele garantie dat de VVD dat niet doet. In de huidige peilingen, ja. Maar dat weten we helemaal niet. We moeten gewoon na de verkiezingen kijken wat er is. En als het dan de uitslag anders is, dan is het helemaal nog geen gelopen race. En dan kan alles gebeuren. Natuurlijk. Ik bedoel, het alternatief is namelijk dat je een soort regenboogachtige coalitie krijgt van GroenLinks, PvdA, noem het allemaal maar op. Iets van 5, 6 partijen bij elkaar. Terwijl als de VVD dat kan oplossen door met de PVV, de SGP en ja dat te gaan doen, is het gewoon heel logisch dat ze dat gaan doen. En dat gaan alle VVD-kiezers ook nog begrijpen. Zie je al dat Wilders daarop aan het voorsorteren is? Oh. Is hij al minder kritisch, minder hard bijvoorbeeld op bepaald beleid? Ik denk dat het omveld is weer veranderd. Hè? Ik denk dat Wilders niet zozeer veranderd is. Wat veranderd is dat we altijd dachten dat Wilders het meest extreem was in het hele spectrum. En dat we tegenwoordig iemand hebben die nog extremer is. Nee, oké. Nee, maar dat maakt uit. Als je Wilders nu ziet in debatten en zo, zie je dan een andere Wilders waarvan je denkt, oh, die is wellicht aan het voorsorteren op... Nou, coalitievorming? Dat zie ik niet. Want iedereen weet namelijk dat wat ik net zei... dat dat de onderliggende werkelijkheid is. Namelijk dat als je maar groot genoeg wordt als rechts... dat ze dan mee gaan regeren. Ja, kortom... dat wordt een beetje, is een soort werkelijkheid die in Nederland niet... die in Nederland heel vaak een soort, verrassing oproept. Nee, hoor, maar ik denk wel dat er partijen zijn, zoals de VVD bijvoorbeeld... die sinds, zoals jij het zei, het vorige akkefietje toen ze in het gedoogkabinet zaten... wel naar de PVV kijken en denken... ja, ik hoop wel dat we nu een andere Wilders dan voor ons hebben... want dit gaan we niet nog een keer op deze manier. Dus daarom was mijn vraag ook, zie je dat aan Wilders? Dat hij zich net even anders opstelt, bijvoorbeeld? Nee, dat zie ik niet zo, maar... Wilders zo consequent als maar zijn kan, maar dan toch... Ja. Wilders en de PVV. Bestaat er nog een PVV? Mocht Wilders na deze verkiezingen zeggen... het is mooi geweest. Nou, meneer Wilders heeft geen mogelijkheden om bij internationale denktanks te gaan werken, et cetera. Die schrijft helemaal zelf niks. En meneer Wilders heeft dat gezeik met die beveiliging. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat meneer Wilders... volgens mij vindt hij het ook leuk in de Kamer. Nou, waarom zou meneer Wilders daar niet nog gewoon 15 jaar kunnen blijven zitten? Meneer Le Pen heeft het heel lang volgehouden in Frankrijk. Dat staat natuurlijk Wilders hier. Meneer Farage heeft het in het UK heel lang volgehouden. Waarom zou Wilders dat hier niet kunnen doen? Ik weet het niet. We vieren in ieder geval vandaag 15 jaar van de PVV. En we danken Chris Aalberts, politicoloog, voor zijn bijdrage.